Hebben we geleerd? Ja, wat was wat het sport als je de 10 ton net van de vrachtwagen zit en dat je een eindje aan het water. Beter dat hij altijd bij Van Breunen en Vee heeft gezeten. Hey Rick, hoe is het? Goedemorgen. Goed. Ja, goedemorgen. Moest er even een paar keer voorbij rijden, maar nu heb ik het toch gevonden. Hoe heet deze weg nou? De Uiterschootweg? Uiterschootweg. Maar jullie waren het eerste bedrijf dat zich hier vestigde aan deze weg. Ja. Weet je nog welk jaar? Zo rond 87, 88 wezen denk ik. Dus dat is ongeveer net voordat jij, jij vertelde vorige keer dat je nu je 30-jarige jubileum net hebt gevierd. Ik ben in 90 ben ik bij mijn vader begonnen, oktober, 1 oktober 1990. Het is een klein bedrijf met drie kranen en drie mannen. Ik heb drie kranen, één machinist en dan mezelf. En af en toe springt mijn vader bij. Dus ja goed, als ik klant bel, dan ga je weg. Ongeacht wat of je moet doen. Ja, maar jij draait dus als directeur, en zo noem ik je even directeur. Ja, ik doe alles. Ik zit op de kraan, ik draai, ik plan, ik bel. En dat is niet altijd de goede, maar goed, ik doe gewoon zelf alles. Ja, en als je het nou hebt over de kranen, wat voor werkzaamheden doe je nou over het algemeen? Werk je voor particulieren, voor grote bedrijven? Ja, ik werk gewoon voor aannemers en offshore schepen lijnen lossen. Dat is ook het specialisme van Potter, zeg maar. Ja. Dat is ook al van oudsher. Er zijn ook heel weinig die dat kunnen. Ja, is dat zo'n specifiek ding? Ja, goed, ik mag in feite zeggen dat wij best wel goed gespecialiseerd zijn in het lijnen en lossen van schepen. Ja, vorige week zaten we even in Bobbel en toen was Sjaak er ook bij. En die zat natuurlijk een beetje de oude verhalen te vertellen. Ja. Maar dat is jouw overgrootvader dan? Of is dat jouw. Ja, was zijn opa had hij het over? Ja, die stond al op de loskade in Middelburg en dan was het nog zonder kraan eigenlijk mensen rosselen. Dat was gewoon een soort uitzendbureau, zeg maar. Ja. Dus ja, de mensen kwamen naar de kaai en je werd overal een beetje gestationeerd wat of je kon handen. En als ze niks voor je hadden, dan ging je maar naar Café de Reutel. Ja, dan ging je dat maar doen. Dan kwam je met wat minder thuis. Ja. Ja, dat is zo. Ja. En maar jij bent in 90 begonnen, dus dat is een heel andere tijd. En dat... Ja, ik ben blij. Het is natuurlijk een heel andere tijd. De jeugd was tegenwoordig, de jeugd was ook veel anders. Maar ik ben blij dat ik die tijd heb mee mogen maken. In vergelijking van nu, dan denk ik van, ja, kijk, vroeger kreeg ik een pak slag en je ging gewoon verder. Ja. Maar dat nu doen, dan lopen ze gewoon weg. Dan zeggen ze zo van, ja, hey, moet dat zo? Ik ga wel eens anders werken. Ja. Ja, goed, aan de andere kant, ja, ondanks dat mijn vader vrij streng en hard was, is het wel een goede leermeester geweest. Ja, maar ja, zo had hij het ook geleerd, dat hoorde ik wel. Zo heeft hij het ook. Zijn vader deed er wel zo'n vloekje. Gewoon echt letterlijk de klappen van de zweetpunt. Ja. Ik heb het 4 jaar geleden, ik heb het pas overgenomen. Ja, dan heb je ook wat voor momenten, ja, wat moet ik doen? Moet ik het overnemen? Al die zorgen, al die poeha. Wat mijn vader dus ook allemaal kreeg. Moet ik dat allemaal gaan doen? Ja, goed, op een moment, ja, dan zegt hij ook van, ja, nu ga je de knoop doorhaken. Je doet het of je doet het niet. Ja. Nou, ik zeg, nou, dan gaan we het gewoon proberen. Dan gaan we kijken. En ik denk dat ik een van de laatste generaties ben die... Dus je bent de vierde generatie, Potter, en misschien wel de laatste. Kom achterin. Ja, jullie hebben eigenlijk wel allemaal je eigen wagen. Ja. Deze weegt volgens de papieren weet hij 48 ton. En die rijdt ongeveer 80 km per uur, vol has. En die heeft een gieklengte van 44 meter, deze. En deze heeft 48 meter. Ja.